als ze zeiden tegen mij van jij kan het niet, dan kwam ik met het gevoel juist van ik ga je laten zien dat ik het kan. Yeah. En dat nam ik gewoon met alles wat ik deed mee. Ik ben Mustafa Korkmaz en ik ben rolstoelbasketballer. Ik ben geboren dus zonder benen. Destijds waren er wel echo's, maar daar hebben mijn ouders nooit gebruik van gemaakt. Dus mijn ouders hebben mij ook echt pas zonder benen gezien toen ik op de wereld kwam. Ik kom niet uit een sportief gezin. Ik was vroeger een heel klein dik jongetje. Eigenlijk de diëtiste vertelde mij dat ik moest gaan sporten. En aan de hand daarvan kwam ik eigenlijk terecht bij rolstoelbasketbal. Het begon voor mij echt toen het CTO werd geopend op Papendal. En dan ga je van één keer in de week naar twee keer per dag trainen. Dat je ook elk weekend een wedstrijd speelt op heel hoog niveau. Eat, sleep, train, repeat. Recht terug, recht terug. Mustafa is iemand met heel veel passie, met heel veel emotie. Hij is de aanvoerder van het team. Ja, een hele belangrijke speler binnen het team. Ik heb mijn captainschap van GC van der Linden gekregen. Ja, die ik nog steeds met alle trots behoud. En nog steeds het beste eruit probeer te halen om zo goed mogelijk captain van het Nederlandse rolstoelbasketbalherenteam te zijn. Op het veld en buiten het veld probeer ik voorzitter te zijn. Waar mogelijk is, ben ik voorzitter. Ja, dat is zeker een eer, ja. Ik zei altijd basketbal op nummer 1. Nadat ik gezin heb gekregen, is dat plekje eigenlijk weggegaan. En op 1 is mijn familie gekomen. Want zonder hun kan ik dit ook niet. Als thuis even iets niet goed loopt, ja, dat neem ik mee in het spelletje wat ik dan op dat moment op het veld speel. En ja, zo belangrijk is familie voor mij. Yeah. Rappen, auto's, ja, inderdaad. Ja, ja, een studio hier. Eigenlijk ben ik er 10 jaar geleden wel mee begonnen. En nooit wat mee gedaan. Alleen ik dacht nu van, ik ga zelf ook een stap in maken. Qua prestaties, het captain zijn van het Nederlands rolstoelbasketbalteam, vierde worden op het WK, dat zijn voor mij wel echt de belangrijkste hoogtepunten in mijn leven. Ja. De EPC, ik denk dat het heel belangrijk is voor ons, omdat het ten eerste een eigen land is. Voor ons als rolstoelbasketballers willen we gewoon laten zien hoe goed we zijn. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat voor alle Paralympische sporters ook de media aandacht echt daadwerkelijk krijgt.